Voor Peck het sentiment, voor Twente de centen van de voorronde Champions League. Stijn, Unuvar, Stijn, goed gecombineerd. Daar is Rot, doet hij dan Rot? Ja, 1-0 Twente! Ricky van Wolfswinkel, kan hij dat nog een keer doen? Ja dus! 2-1 Twente en het Champions League ticket in handen. Ja, je eerste lange seizoen bij FC Twente. Hoe is het bevallen? Ja, eigenlijk supergoed. Al vanaf dag 1 dat ik hier binnenkwam, zeg maar. Je direct thuis voelen. Dat heeft ook de club goed gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Wij als nieuwe staf, maar ook de spelersgroep, die hebben ons goed opgevangen. Ja, en van de rest heb ik het ervaren als een heel mooi seizoen waarin we vroeg moesten beginnen, maar ook met name een geweldige ontwikkeling hebben doorgemaakt als club, team, maar ook individuele spelers en ook als staf. Welke doelen had je vooraf gesteld? Conference League, plek 5, dat was wel onze doelstelling. Maar uiteindelijk is dat meer geworden. We hebben direct ons gekwalificeerd voor Europees voetbal. Ja, dat is dan voorronde Champions League, dat is wel heel erg mooi. Mooi om te zien hoe Oosting ook betrokken wordt. Ook hij is echt een groot onderdeel van dit succes. Het succes van het collectief. We hadden het in de voorbereiding over de puzzel die je moest leggen. Puzzel je het hele jaar door? Ja, zeker. Kijk, we hebben volgens mij in het begin van het seizoen met elkaar gesproken. Hè, van de spelers die weggingen. Nou, daar is al zoveel over gezegd. Nou, de spelers die blijven en de nieuwe spelers. Ja, dat is een puzzel die je constant legt. Ook in de winter hè, is Ugalde vertrokken. Dus die nog erbij. Hè, dat was ook een key player. Brunet, Joshua, helaas. Om dan een lang verhaal kort te maken, dat is een puzzel die je dus constant maar legt tot op de dag van vandaag. We gaan naar voren, we gaan naar achter, we gaan naar links, we gaan naar rechts. Wat waren wedstrijden dat je dacht, kijk, dit is het voetbal zoals we het moeten spelen? Nou ja, er zijn een aantal geweest. Ik vind dat wij met name de ontwikkeling in de uitwedstrijden hebben we de manier van voetballen ons eigen kunnen maken. Nou, dat bedoel ik dan de wedstrijd uit bij Excelsior. Dat je echt binnen, volgens mij, ik dacht binnen een kwartier met 3-0 voor staat of 0-3. Ja, dat is iets wat je graag wilt. Hè? Dus de intensiteit, de manier van voetballen, dat je dat in een wedstrijd kunt laten zien. Flap, Rots kan zo doorlopen. Hier komt deze kans voor Twente aan en het is gelijk raak. 1 minuut 20 op de klok en Daan Rots met de openingstreffer voor Twente. Van Wolfswinkel uiteraard en Rots gaat naar Van Wolfswinkel. Stijn, spectaculair in het gezicht. Het gaat nog altijd door. Het is raak via Van Wolfswinkel. En dan zijn we nog geen 5 minuten onderweg in Kralingen. Hoekschop Twente, nou incasseerde Excelsior heel veel doelpunten al uit standaard situaties. En wat een vrijheid hier en dan is het 3-0. Van Wolfswinkel, binnen het kwartier staat Twente 3-0 voor tegen Excelsior. En dus weer een tegentreffer uit de standaard situatie. Ik vond AZ thuis vond ik ook heel erg goed. Ook in de beleving, ook in de manier van hey, dit is onze wedstrijd hier thuis. Met goed voetbal, met goede goals. Dus ook de weerbaarheid daarin. Hè. We kwamen er 1-0 achter.
En er liggen er meteen mogelijkheden voor AZ. Voorzet is... Oh, komt aan, die valt erin. Hij rekent er niet meer op, maar handelt snel genoeg Holtkaart. En zijn eerste van het seizoen. Dan is hier dus Rots. Die schiet maar eens en daar is een redding nodig. Van Obusu Oduro. Uiteindelijk ook veerkracht getoond, maar ook flexibiliteit getoond in de tactiek van dat we daarin kunnen schakelen. En, waarin je de hele week en de hele jaar traint op je principes, dat je dat kunt laten zien in een wedstrijd, zowel uit als thuis. Lekker neergelegd, maar daar is Oekalde. 1-1 en wat een fijne voorzet van Karel Eiting. Logisch gezien het spelbeeld. Half weggekopt. De Rossing was eerst contact, niet briljant. Rots houdt de druk en dan is het doelpunt daar! Staat hij op precies de goede plek! Heb je ook wel zitten balen? Of dat je als staf zegt, hoe kan dit? Nou ja, dat was de uitwedstrijd tegen Sparta. Hè? Dat je daar voor rust komt Sparta op met 10 man. We maken voor rust met een goal van Sam Stijn de 0-1. Voorzet van Rots, verlengd, valt voor de voeten van Stijn. En die prikt hem dan nog binnen ook. En zo gaat Twente diep in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong komen. Door de 10e van het seizoen van Sam Stijn. En na rust. Dat er zo in één keer iets gebeurt met 10 man dat je achter komt te staan. 5 minuten onderweg in de tweede helft. Lauritsen, ijzig kalm, 1-1. Van, weer een penalty, ja, die gaat weer op de stip. 4 minuten na de gelijkmaker, Lauritsen. En weer heel rustig, nu de andere kant op. 2-1 Sparta. En uiteindelijk kun je dat nog wel weer recht trekken met de late goal van Naji Unovar. Dat zijn dus wel momenten waarvan ik denk, ja, we moeten aan blijven staan. Hè. Het gaat niet vanzelf. We moeten daar arbeid en energie in stoppen. We moeten daar geloof in stoppen. Hè. We krijgen niks voor niks. Van Bergen, Univar en die ramt er nog even binnen in de extra tijd. Vlammend schot van Univar en Uzolei geklopt. En is het 2-2. De transfer die wel net is rondgekomen is die van FC Twente-spits Manfred Ugalde. De Costa Ricaan vertrekt naar Spartak Moskou. Ja, en dan op een gegeven moment komt dat aan tafel en er is een club voor Ugalde. Ja, en dan denk je, hé, wat is dit? En dan moet je dus wel goed reageren. En we wisten wel dat we natuurlijk met Ricky... Ricky eindigt vaak wedstrijden. Ugalde die start vaak wedstrijden. Wisten we wel dat ja... Met Ricky kunnen we dat prima invullen. Alleen uiteindelijk alleen met Ricky kan dat niet. Dus daar moesten we snel in schakelen. En uiteindelijk is dat de persoon van Myron Bouadou geworden. Salahedin en Bouadou, ze kennen elkaar ook nog eens hartstikke goed. Gebroederlijk zou je bijna zeggen, op de bank naast elkaar. Ze kunnen allebei invallen. De een kwam vanuit Monaco, de ander vanuit Amsterdam. Volgens mij in die wedstrijd tegen RKC zie je dat op een gegeven moment dat hij gaat warm lopen. Dat doet iets met het stadion. Hè? Het siddert. Die willen dat hij zijn debuut gaat maken. Ja, dan staat hij net een paar seconden in het veld en dan maakt hij een goal. Regeer. Bouadou is er voorbij en is de bal niet kwijt. En de vlag blijft naar beneden. Wat is dit dan voor een comeback in de Eredivisie? Myron Bouadou. Dat is prettig voor ons als team, hè, als club. Maar ook natuurlijk prettig voor hem. Een bevestiging van, het optrainen, daar waren we mee bezig. Hè, en dan we hebben hem gehaald omdat we Ugalde konden vervangen. Wel een totaal andere type dan Ugalde. Maar uiteindelijk voor hem was het wel heel erg prettig. En hij voelt zich heel erg prettig hier in onze regio. En voor ons was het mooi dat wij ook soms dan anders kunnen gaan spelen met Meijer. Nou, Bouadou. Nee toch. Jongen. Maar wat krijgt hij ook een ruimte om dat te doen? Dat doet hij ook zelf door steeds goed vrij te lopen. Snelheid. Eager. Hij wil zo graag. FC Twente 3, RKC Waalwijk 0. Dan zie je gewoon dat we een hele mooie, goede groep hebben. Wie kan reageren en wie dat uiteindelijk
wie ook nieuwe spelers dus een fijn gevoel geven van je bent welkom. Nou, uiteindelijk gebeurt dat dan later in de seizoen met Joshua Brunet. Dat is goed gespeeld door Rots in de ruimte voor Van Wolfswinkel. Stijn, het grote passen onderweg naar het 16 meter gebied. Flap komt er ook aan. Van Wolfswinkel heeft ze allemaal niet nodig, want die doet dat helemaal zelf. En dat doet hij zeer bekwaam. Het is 1-0 voor Twente. Had je gedacht dat Van Wolfswinkel het zo goed zou doen? Ja, hij is natuurlijk een super fitte man. Het is heel slim, voetbal technisch, tactisch, maar ook belangrijk voor de groep. Hè. Als je het hebt over groepsdynamiek en de normen en waarden bepalen en vasthouden en volhouden van jongens, hier staan we voor. Dan is het wel, oké, hoe Galder gaat het vertrekken, ja, dan wordt Ricky onze spits. Leeftijd is dan maar een getal. Hè. Dus ik ben heel erg blij met hem en ik ben blij dat hij nog een jaar doorgaat. Na de winterstop, de grote wedstrijden, niet gewonnen. Zit dat je nog dwars? Ik kan me voorstellen, Ajax uit. Mij zit en de staf zitten, iedere verliespartij zit er dwars. En dan ga je kijken van hoe kan dat nu, weet je. En goed begonnen, 1-0 voorsprong. Alle tijd voor Rots om die voorzet te geven op het hoofd van Wolfswinkel. En die hoeft hem alleen maar van zijn hoofd af te laten vallen. Het is geen buitenspel van Wolfswinkel die daar opduikt. De rug van Kaplan. En Twente leidt. En uiteindelijk zie je dan toch wel dat je in bepaalde fases in wedstrijden, en als het nou persoonlijke fouten zijn, of aan de andere kant doe je het natuurlijk met elkaar. Dat gebeurt nu. Ja, Ajax was voor mij nog steeds heel erg onverwachts, want uiteindelijk er was niet zoveel aan de hand. En uiteindelijk krijgen we een panel tegen. Daar is Rens. Nu langs bij Saleri, maar dat lukt niet. Dit gaat gewoon een strafschop worden voor Ajax. En de ultieme kans voor Ajax om deze wedstrijd om te draaien. Bergwijn stuurt Moedersnel de verkeerde kant op. En Ajax heeft deze wedstrijd omgedraaid. En na de 2-1 gaan we voetballen en creëren we kansen. Moet je soms ook een beetje geluk hebben dat die kans dan erin gaat. Ja, in topwedstrijden, ja. Wij hebben tegen elkaar gezegd aan het begin van het jaar, we willen laten zien dat wij in topwedstrijden dat we ons kunnen meten. Nou, uiteindelijk, als je qua resultaat ziet, niet. Maar qua manier van voetballen wel, want uiteindelijk ook in topwedstrijden hebben we wedstrijden van kunnen maken. Als er nou PSV uit is, Ajax uit en ook AZ. Het AFA-stadion, dat bruist. Voor deze kraker om plek 3. AZ en Twente. Met Van Wolfswinkel die hem aan Onuva geeft. Alleen die laat na te scoren, dan doet Stijn het. Nou, ik bedoel, volgens mij die eerste goal die wij maken met Nadji Onuva, volgens mij glijdt Bazour ook uit. Ja. Daar hoor je niemand over. Nee. Maar goed, we komen wel meteen naar voren. Oh, dit is een kostbare glijpartij van Horenbeek. Pavlidis doet het zelf, natuurlijk doet hij het zelf. Maar hij weet als geen ander dat hij spanning op zijn voeten moet hebben om niet uit te glijden. Maar hij doet het wel, we komen met 2-1 achter, we verliezen hem. Ja, en hij, zo'n jongen heeft ook gevoel, hè. En natuurlijk baal je enorm, hij ook. Maar dan, ze vangen hem wel op en ik laat dat vaak een dag rusten. En dan een dag daarna, volgens mij was dinsdag, heb ik met hem gezeten. Einde van seizoen, een paar lijstjes. Wat vond je de leukste wedstrijd en waarom? Laat ik dan beginnen bij Hammarby thuis. Leuk zou je zeggen. Vond ik enorm spannend. Voor het eerst in Europa. En dan kwam heel snel al die jaren van heb ik zeg maar alles erin gestoken. Van cursussen, op de cursus, heel veel kilometers gereden. Dat kwam als een flashback terug. Toen dacht ik van ja, samen met mijn gezin, dat ik dacht van nou, hier heb ik het voor gedaan. Een bomvolle grolsvesten, een geweldige ambiance. Dacht ik van de eerste Europese wedstrijd van mij met mijn staf. Dat vond ik wel een enorm mooi moment, een piketpaal slaan. Hè? Die hier probeert de bal te koppen, komt over de voeten van Stijn en dan is het wel raak. Sam Stijn, en dat doet hij heel beheerst.
Bal daar tussen heel veel spelers van Hammarby door. Ik vond het heel erg mooi, de wedstrijd klinkt raar. Maar dat we achterkwamen tegen Excelsior met 0-2. Prima plan, Excelsior. Diepe bal en we kwamen al redelijk snel met 2-0 achter. Dat we veerkracht hebben getoond. Dus dat wij we hebben de mouwen opgestroopt en enorm aanvallend gewisseld. En men geloofde daarin. En die hebben we recht kunnen trekken. 2-0 achterstand en een hele mooie overwinning. Een ruime overwinning met mooie goals. Dat vond ik mooi. Het lijkt wel of het verplicht via hem moet gaan. Ugalde, nou nu is hij er hoor. Ja, van Wolfswinkel. De jubilaris maakt het verschil. Met 2 treffers. En de 10 van Excelsior capituleren alsnog. Taha. En dat is een prachtige treffer. Ja, en eigenlijk misschien wel Volendam, maar ook de sfeer, de blijdschap van het publiek. Iedereen in het rood vond ik echt waanzinnig om te zien van het stadion. En men vergeet het allemaal, maar ik heb niemand gehoord over dat we een enorme goede wedstrijd hebben gespeeld. En dan ben ik wel degene wie dan in de nabespreking dat nog wel aanhaalt. Van met deze intensiteit, met de manier van wie we willen zijn, hè? En de intensiteit en met vreugde, met plezier voetballen en mensen vermaken. Dus dat heb ik nog wel aangehaald. Dus om een lang verhaal kort te maken, moet toch het ronde van de stad Hammarby tot aan de laatste wedstrijd thuis tegen Volendam. Ja, dat zijn voor mij wel de wedstrijden van wat de bekende piketpalen zijn voor het seizoen. In één keer voor Van Bergen, Lauwers laat los en dan is daar de 6-2. Stijn. Ah, schitterend. Dan kan je nog zo precies een muur neerzetten. Als keeper zijnde, maar als iemand hem er zo precies overheen schiet en in het doel schiet, dan is een volgend doelpunt bijna niet te voorkomen. Mooiste goal. Oh, nou verval je mij. Dan moet ik even graven in mijn geheugen. Ja, wat mij ja, dat klinkt misschien raar, maar ja, wat me nu zo binnenvalt is de goal van Jurie Regeer uit bij Fortuna Sittard. Dat we aan de rechterkant volgens mij doorkomen met Daan. Zodat we getraind hebben dat hij van mij schiet die bal in de kruising. Alleen er zijn wel heel veel mooie goals hoor. Daan Rots, Stijn komt vrij. Maar de voorzet is niet optimaal. Regeer dan. Regeer! Oh, wat een goal! Fantastisch doelpunt van Jurie Regeer. En 2-0 voor Twente. Wat moet er beter? Nou ja, ik bedoel, waar we een slag in kunnen maken is wat ik net al aangaf in topwedstrijden en 50-50 wedstrijden. Als we straks Europa ingaan, hebben we vaak wedstrijden waar een tegenstander net zo goed als je is. En misschien nog wel beter om dan het maximale eruit te halen. Is dat een punt, dan moeten we daarin een punt koesteren. Kunnen we winnen, dan moeten we hem winnen, snap je? En dat noem ik zakelijk zijn in alles. Zowel in het verdedigen zakelijk. En dan schieten we daar een bal heel zakelijk en het is lelijk over de zijlijn of naar voren. Maar uiteindelijk is het zo, dit jaar zijn we begonnen. Maar volgend jaar steven we wel dat we het nog beter gaan doen. Maar dat betekent niet dat we het beter gaan doen in dat we weer derde worden. Hè? Dat kan ook zijn dat we vijfde zijn geworden, maar dat we meedoen op beide fronten, zowel Europees als in de Eredivisie. Dus dat is eigenlijk het doel. Dat is wel iets waar we weer op gaan zitten. Dat we weer een stap maken. Wij als club, maar ook als team, ook als individu, maar ook als staf. Bijgetekend heb je ook. Ja. Van harte. Waarom? Allereerst van waarom is, ik heb het enorm naar mijn zin. Al vanaf dag één, als ik werk met mijn staf, de mensen, de regio. Ik voel me fijn, ik kan zijn van wie ik ben, hier, dus dat vind ik het belangrijkste. Ik moet plezier hebben in dingen van wat ik doe. En waarom? Ik wil graag meegroeien met de club, omdat ik denk dat er nog meer in zit in de club. De club is ontwikkeling, het team is in ontwikkeling. Ja, verlengen. Twente, die
die straalde een bepaalde waardering uit ten opzichte naar mij en naar mijn staf. Van Jozef, we hebben het zo goed gedaan. Dus dat is ook een stukje waardering van wat de club aan mij geeft. En dat vind ik wel heel erg mooi. En dan ben ik wel degene die zegt van nou, prima. Reken maar er gerust op dat ik absoluut geniet van mijn vakantie. Ik kan zeggen, kun je het loslaten? Ja, ik kan. Ja, dat zal de eerste paar dagen niet zo zijn. Maar op het moment dat ik thuis, of in ieder geval op Elba ben, met mijn caravan, dan kan ik het wel loslaten. Dat zou ik wel moeten, want het is best wel een zwaar jaar geweest, moet ik eerlijk zeggen.